De Gaper is een oud reclamebord. In de tijd van de VOC kwamen er kruiden uit China en Afrika. Die werden gedroogd. Daar komt het woord drogist vandaan. En de mensen konden in die tijd nog niet lezen. Maar als er dan een gaper aan een muur hing met een tong met een pilletje erop, dan wisten de mensen, hé, hier kunnen we medicijnen kopen. Nou, ik pak een stukje schuurpapier. Na meer dan 160 uur werk is de gaper bijna klaar. Een mooie, bijzondere opdracht voor de beeldhouwer op Wieringen. Ik ben een van de weinigen die nog met grote stukken hout handmatig werkt. Er zijn nog wel wat professionals die dit doen. Maar ja, handmatig werken, daar gaat heel veel tijd in zitten. En dat hebben we tegenwoordig niet meer. En ik heb alle tijd, is nog steeds mijn logo. Met een heel klein hamertje. Omdat het oude beeld werd gestolen, moest Veldboer de archieven in om het nieuwe beeld te kunnen namaken. Een flinke speurtocht. Dit zijn foto's die ik van Google af heb gehaald. Maar dit zijn allemaal foto's die door mensen vanaf de begane grond zijn gemaakt. En dit zijn dus ook allemaal foto's die schuin van onderen zijn gemaakt. Als je naar deze foto kijkt, zie je dat er schuin van onderen een foto is gemaakt. Waardoor ik niet goed kon zien hoe die neus nou precies in elkaar zit. Ik ga hem langzaam draaien. Als de gaper straks is geschilderd, kan hij naar Amsterdam. En om te voorkomen dat ook deze wordt gestolen, wordt hij extra stevig vastgemaakt. Ik vond het een hele leuke uitdaging en ik sta ook inderdaad niet bescheiden, maar gewoon heel trots naast dit resultaat.